Hij nam Hank mee op sleeptouw in het tv-programma Dossier van der Drift. Hij werd wel eens in het zonnetje gezet en hij bundelde zijn columns in het boek Dwarsliggers. Veel Rotterdammers hebben wel eens van Hans Vos gehoord, maar echt bekend is hij in zijn eigen wijk Middelland. Mensen komen met de gekste dingen naar je toe, de raarste dingen komen ze vragen. En als je maar lang genoeg meeloopt en ook je eigen gebruiksaanwijzing laat lezen aan mensen, dan krijg je er als agent ook weer een heleboel voor terug. Dat contact met de buurt vindt hij een van de mooie dingen van zijn beroep. En het ging hem aan zijn hart. Hij maakte zich soms kwaad en dan was hij geen makkelijke agent voor zijn commissaris. Af en toe moet je de strijdbel wel eens even opnemen. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan door dwars te gaan liggen. Het kan met de behulp van de bevolking. Maar het kan ook gewoon door gewoon met goede argumenten te komen en een ander te overtuigen. Nou, Dus heb je altijd gehouden? Ja, maar ja, misschien bij gebrek aan beter. Ik weet het niet. In al die jaren heeft Hans de wijk volledig zien veranderen. En na 44 jaar is het tijd om de balans op te maken. Maar als ik nou alle dingen achter me zou gooien, en ik zou de slechte dingen op die hoop gooien en de goudklompjes op de andere hoop, dan is de hoop met goudklompjes wel zo'n ontzettend stuk groter als de negatieve dingen, dat ik eigenlijk nu terug kan kijken en zeggen, nou, hier heb ik geen spijt van dat ik deze keuze heb gemaakt en dat ik voor deze wijk heb gekozen. De bijna gepensioneerde agent gaat zich zeker niet vervelen. Hij heeft kleinkinderen, een huis in Frankrijk, een vrouw voor wie hij klusjes gaat doen. En de wijk hoeft hij niet te missen, want hij zal er zijn boodschappen blijven doen. Dan komt er op een gegeven moment een jonge collega. Die zegt tegen mij, Hans, hoe lang bent u al bij de politie? Ik zeg, 44 jaar. En 35 jaar wijkagent. Nou, zegt ze, toen was mijn vader nog niet geboren. Toen had ik echt het idee, ik heet geen Vos, maar dinosaurus. En dan moet je zachtjes aan, toch al voor je opgezet wordt weg. Nou, dat is nu aangebroken. En dat doet geen zeer, want nieuwe tijden, nieuwe agenten.